Hallo, welkom bij Vlogboek en in deze video bespreek ik drie novellen. Havid Boaza, Momo, Dimitri Verhuls, De Zomer hou je ook niet tegen en Willem Frederik Hermans, Het Behouden Huis. Maar wat is nu precies een novelle? Het is een eerste afgeleid van het Italiaanse woord novella en dat betekent nieuwtje. Volgens de Vandalen is een novelle een prosa-verhaal waarin veelal een episode uit een mensenleven wordt beschreven. Het woordje veelal maakt de definitie wat merkwaardig, maar dat betekent dus dat het niet altijd het geval is. Eigenlijk kunnen we het veel simpeler maken door te stellen dat een novelle gewoon een kort verhaal is. Laten we zeggen een verhaal van tussen de 50 en 100 pagina's. Schrijver Havid Boassa debuteerde met de verhalenbundel De voeten van Abdullah en vervolgens schreef hij een novelle Momo. Dit boek leest als een soort sprookje. Momo is een jongetje dat opgroeit in het Oerhollandse dorpje Herfsthoven. Er is alleen iets mysterieus met hem aan de hand. Hij is anders dan de andere kinderen. Hij lijkt in zijn eigen wereld te leven. Een wereld die Boassa creëert in taal. Momo ervaart de wereld aan de hand van zijn zintuigen. Dus smaak, zicht en gehoor. En de schrijver heeft de ervaring proberen te vatten in poëtische zinnen met bijzondere woorden. Het is het zuizelen. het heesch gelispel in de stilte die zijn ouders in zijn kamer achterlaten. Het is ook iets anders dan het ruisen van de bomen die achter het gesloten raam bewegen en hun knokige takken zacht zwaaien. Het is dus een poëtische stijl vol beeldspraak. En het spookjesachtige van het verhaal wordt aangevuld door een verteller in wijvorm, waarvan niet helemaal duidelijk wordt wie het zijn. Het lijkt erop dat het een soort bovennatuurlijke wezens zijn die Momo in de gaten houden. Maar of ze nou goed of kwaadaardig zijn, dat blijft in het midden. Voor een kennismaking met een lyrische taal, zoals die van Hafid Bouazza, is dit het perfecte boekje. Een gemiddeld leesniveau, niet zoveel bladzijdes en een duidelijk te volgen verhaal dat ondanks de moeilijke woorden tot de verbeelding spreekt. We blijven even bij de schrijvers die bekend staan om stel. Ook Dimitri Verhulst is een schrijver die duidelijk het doel heeft: op verhaal, maar ook op zinsniveau de lezer te raken. Let mij eens op de eerste zin uit de Boekenweekgeschenk: De Zomer Hou Je Ook Niet Tegen. Pierre hield van Ellen Lange in zekere zin altijd weer contemplatieve autoritten op zijn eentje. En dus gaf het niet dat zijn passagier tijdens deze, volgens de GPS, tien uur durende tocht naar de Provence, een zwijgzame, vegetatieve imbecil was. Ehm. Uh... Pierre is de zestiger en hij ontvoert een mentaal gehandicapte jongen van 15 jaar oud, Sonny, de vegetatieve imbeciel, en neemt hem mee naar de Provence in Frankrijk. Daar zal hij de jongen het verhaal vertellen over de liefdesrelatie die hij met Sonny's moeder had, hoe hij tot stand kwam, haar intense kinderwens en over zijn twijfel over zijn rol als vader. Uiteindelijk moet hij ook gaan vertellen hoe die relatie ten einde is gekomen en hoe en wanneer Sonny is verwekt. Het is een tombola van rake regels waarin je zelden misgrijpt. De Zomer Hou Je Ook Niet Tegen is een prachtig zinnelijk verhaal over liefde, over het genot van vrije en eten met je geliefde, over verantwoordelijkheid, zorg en slechte timing. Waarom zou je een gehandicapte jongen willen ontvoeren, een heuvel opslepen en een verhaal willen vertellen zonder dat hij iets terug kan zeggen? Dat heeft iets tragisch. Sonny krijgt epileptische aanvallen en poept in zijn broek. Het roept de vraag op wie er nu gek is: Sonny of Pierre? Ik ben begonnen met het thema, met, met de slogan: te gek voor woorden. Uh, dus ik laat iemand een verhaal vertellen tegen inderdaad een gehandicapte jongen die eigenlijk te gek is voor de woorden van die man, want het is nog maar de vraag of hij überhaupt iets snapt van wat die man te vertellen mm -hmm. heeft. En ik plaats eigenlijk ook een mentaal gehandicapte in de rol van de psychotherapeut, namelijk iemand die daar gewoon maar zit en luistert. In New York betalen ze daar heel veel geld voor om dat wekelijks te gaan doen, nu kan je het gewoon tegen een gehandicapte doen. Stilistisch gezien is Verhulst een van onze betere schrijvers. Hij schrijft mooie zinnen met af en toe moeilijke woorden, het boek is de terugblik op Liefdesverhaal waarin de kinderwens een belangrijk motief is. Pierre wilde nog geen kinderen, waardoor de moeder van Sonny bij hem is weggegaan. Dit is een motief dat je ook kunt vinden in eerder werk van Dimitri verhuls, bijvoorbeeld in De Helaasheid der dingen. Het verhaal eindigt vrij luchtig en had wat mij betreft wel wat meer pagina's verdiend. Bijvoorbeeld met een verrassende omslag waardoor het verhaal nog wat verder gaat. Maar ja, dan was dit boek geen novelle geweest en had ik het nu niet besproken. In het bouwde huis, een novelle van Willem-Frederik Hermans, val je midden in de Tweede Wereldoorlog. Aan het woord is een Nederlandse ik-persoon die te midden van de Russische communisten tegen de Duitsers vecht. Op verkenning door een stadje komt hij bij een huis dat er nog prachtig uitziet en waar niemand meer lijkt te wonen. Hij gaat naar binnen, hij scheert zich, trekt een ander pak aan en hij stelt zich voor hoe hij voor altijd in dat huis zou wonen. Dan gaat de bel en er staan wat Duitsers op de stoep. Hij doet alsof hij de eigenaar van het huis is en op verzoek van de Duitsers biedt hij een plek voor overnachting voor Duitse officieren aan. Terwijl hij gelukkig is in zijn nieuwe rol als huiseigenaar is er één gesloten deur die zijn aandacht trekt. Het bouwde huis draait om de thematiek van beschaving, het contrast tussen orde en chaos en zeker in tijden van oorlog is dat een begrip dat nogal extreme vormen kan aannemen. Hermans maakt de tegenstelling tussen de Duitsers als beschaafde soldaten die kunst en cultuur kunnen waarderen tegenover de barbaarse Russen die een spoor van vernieling achter zich laat. Ja, Hermans is niet iemand die per se mooie zinnen wilde schrijven. Bij hem staat de structuur en de thematiek van een verhaal voorop. De tekst begint in chaos en hij eindigt ook in chaos. Het verhaal is heel beschrijvend en kan daardoor wat bevreemdend werken. Er wordt niet uitgelegd waarom de ik-persoon iets doet. Over een statig huis dat in de Tweede Wereldoorlog een oase van Rus biedt, zelfs te midden van de Duitsers. Totdat de Russen de stad bevrijden. Dan lijkt alles een illusie en moet zelfs het huis eraan geloven.